met de ditjes en de datjes van La Vie, Cybelle en Jolie. Ach, zei Cinderella ook verder. Misschien een van mijn laatste toespraken. Want ik ben dus ziek geworden en vermagerd en vaak erg moe. Maar ja, zo is het leven. Het gaat goed en het gaat niet goed. En het overkomt alle mensen op een dag. In de zomer kan je van de zon genieten en heb je vitamine D. En in de winter wat minder. En hebben mensen te weinig licht en worden depressief. Met wie, mon chéri, met wie, zei Sidonia ook. Vertel eens wat uit je eigen leven, Cinderella. In vogelvlucht, door je leven zo wat heen, tot nu toe. Ach ja, zo ben ik in Duitsland geboren. Door een Duitse moeder en een Belgische vader. En die ging of moest toen werken in Duitsland verplicht. Ik weet het niet, hij praatte er niet over. Maar kwam daar wel mijn moeder tegen. In Beieren, waar ook de paus vandaan komt, die conservatieve man, die tegen alles is wat modern is. En ik als Tiroler jongen, en klein jongen dus, nog bij een tante zat die mij moest opvoeden, want mijn moeder zat in München nog te werken. Het mooie gebergte van Beieren, wat hield ik daarvan? En waar ik zo graag leefde. En niet ver van de zonnekoning, Ludwig II, die daar ook niet van ver weg twee kastelen had. En wat nu veel toeristen trekt. Met vader en moeder later dan naar het lelijke industriële dorp en gemeente Willebroek getrokken. Dat ligt zo tussen Antwerpen en Brussel. Ik had veel heimwee naar Beieren en kon niet aarden in Willebroek bij Antwerpen. En wou terug naar de bossen en de bergen. In België, in Antwerpen, dus ook nog een tijd gewoond. En dan Brussel en Leuven. En met vader en moeder dan dicht bij Luik gaan wonen. Daar was het wel een stuk leuker, tussen daar bij Vizé en bij Maastricht. Daar is het mooier dan in Willebroek, dacht Cinderella zo. En mooier van natuur. En door een platonische vriend later ben ik meegenomen naar Holland en gaan werken in een verpleegtehuis in Naaldwijk met werken en opleiding 3 jaar lang. Ach, zegt Cinderella verder. En dan ging het blauw van de hemel voor mij open. En was ik in Amsterdam. Als verlegen, onschuldige, conservatieve, plichtbewuste en brave man, jongen, kwam de wereld voor mij open in Amsterdam. Ik wist niet eens wat kraker was, zei Cinderella tegen Sidonia. En mijn platonische vriend uit Leuven ging terug naar België en ik bleef hier in een andere wereld. En het was zo mooi dat er van alles gebeurde wat ik nog nooit had meegemaakt. Ik heb gewerkt bij Swissair, ik heb het leger gedaan, van alles, maar alles plichtbewust. En in Amsterdam was ik vrij. Ik kwam in een kraakgroep terecht. En we gingen actie kraken en voeren. Het eerste pand was al gelijk een pand van Krasnapolski. En met een balk recht de voordeur in van het pand van Krasnapolski. Dat die hadden leeg laten staan. Dan een kraak op de Herengracht 12. Een kraak weer bij de Herengracht 114. Tussendoor nog een pand op de Brouwersgracht. De Grote Keizer gewoond, Radio Keizer gedaan, Radio 100 gedaan. NRC-gebouw meegekraakt, Tetterode en de Uilenburgt. Maar ja, later was het kraken een beetje voorbij. En ze liepen altijd helemaal in het zwart en ik wou gekleurd rondlopen. Gay,
kleur wou ek sien. En toen kwam ek gelukkig ook de rooie flikkers tegen. Zoals je de rooie vrouwen hebt in Amsterdam. Mannen die mannen willen blijven. En flikkers die geen travestiet willen zijn. Dus gewone schoenen, geen pruik of make-up willen. Maar mannen blijven die een jurk durven te dragen. En dan weer later kwam ik body art artiesten tegen. Die in de BKR zaten. Ik als Belg kwam daar niet in. Maar ik kreeg wel subsidie en ging meteen naar Amerika. En dan begonnen in het Stedelijk als levend kunstwerk. En bij Sonja Barend op televisie, heel gauw. En het hele land wist dat er een levend kunstwerk was geboren. In het Stedelijk. En dan weer later mijn eigen beweging geworden. Want ja, al die beweging, ik had ook in foute bewegingen kunnen terechtkomen. De Bachwan of de Sint-Tolletti-kerk. God beware dat dat niet is gebeurd. Met als actievoerder verder voor de gezonde tomaat, de Republiek, de Milieubeweging, vrijwilliger bij Greenpeace. En voor de mensenrechten, vrouwenrechten, al die dingen tegen verminking van de vrouwen en kleine baby's die worden besneden terwijl je zou kunnen wachten totdat ze 14 jaar zijn en dat je het hun zelf kan vragen. Voor de schone lucht. Voor, tegen de fijnstof. Tegen de vuile auto's en de scooters die elektro moeten rijden. Dus tegen de uitlaatgassen. En opkomen voor de uitgeprocedeerde asielzoekers. Vrijwilligerswerk gedaan bij het stoelenproject. Buddy geweest voor zieke mensen, zoals ik er nu ook een ben. En 100 andere dingen. Altijd bezig blijven. Ik had er de tijd voor. Ik zeg, bezig blijven is belangrijk. Iedereen kan toch wat? Een lach, een vriendelijk woord. Zeg niet, ik kan niks, ik ben niks. Je bent altijd wel wat. Een vriendelijk woord kan zoveel betekenen voor een ander mens. Dus ik besluit me te zeggen... Leven de vrijheid voor iedereen en dank voor het luisteren.